En ik ga daarmee stoppen. Hoi allemaal en welkom bij deze hele korte extra video. Ik ga een beetje uitleggen wat er allemaal aan de hand is geweest de afgelopen maanden. Zoals jullie weten heb ik natuurlijk een eigen kledinglijn, Blissful, en pas ook een eigen winkel geopend. En ik ga daarmee stoppen. Het is heel dubbel. Ik heb er 2 jaar lang heb ik eraan gewerkt. Ik heb zoveel geleerd, zoveel nieuwe dingen gedaan. Dit was eigenlijk altijd al een droom van mij. En ik ben ook heel erg blij dat ik het heb gedaan en dat ik het heb mee mogen maken van het ontwerpen naar het produceren, naar een eigen winkel hebben. Maar ja, het gaat dus echt stoppen. Ik heb dit weekend, echt aanstaande weekend, even kijken, het weekend van 29, 30 en 1 juli heb ik voor het allerlaatste een uitverkoop. Dan zal alles €39 zijn. En als je nog een item neemt, zal het nog goedkoper zijn. Ja, want ik ga ermee stoppen. Dus het is zowel in de winkel als op de webshop. Nou ja, dat was gewoon even een kleine informatie. Ik zal daar ook zijn. Dus kom allemaal gezellig er naartoe. En ja, dus ik moet zeggen, er zijn wel al heel veel dingen uitverkocht. Dus het is echt gewoon het laatste wat ik heb, wat ik dan verkoop die dag. Of die 3 dagen dan. De reden dat ik ga stoppen is, als je mij een beetje wat langer volgt, dan weten jullie dat ik met YouTube ben begonnen eigenlijk door Celine. Omdat Celine het zo graag wou. En ik had zoiets van, ja, het kan me toch heel erg helpen met mijn winkel. En ja, het kan me helpen met de promotie van mijn winkel bijvoorbeeld. Of toen had ik nog geen winkel van mijn merk. En dat is eigenlijk de reden dat ik toen YouTube ben gaan doen. Omdat Celine het gewoon al zo lang heel graag wou. Totaal niet wetende wat er allemaal uit zou kunnen komen. We zijn enorm snel gegroeid. We hebben 48.000 volgers nu. Celine heeft haar eigen kanaal. Wat ook volgens mij rond de 26.000 abonnees zit. Op Insta is het ontploft. En met YouTube kan je zoveel kanten op. Als jullie dus geabonneerd zijn op mij, dan weten jullie dat ik niet, het me niet lukt om elke week een video te uploaden. Het me niet lukt om me soms aan mijn afspraken te houden die ik met jullie heb. En dat kwam dus ook door Blissful. Dus op een gegeven moment moet je dan ook een keuze gaan maken van waar ga je mee verder? Wat vind je dan echt het allerleukste om te doen? En het kon gewoon niet allebei. Het kon gewoon niet allebei. Het ging niet. Ik ga dus nu volledig door met YouTube. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb vandaag ook echt een superleuke opdracht. Maar dat zullen jullie in een andere vlog gaan zien. Ik weet dus nog niet wat de dagen zullen zijn dat ik ga uploaden. Hoe vaak ik ga uploaden. Ik teken nu bij een bureau. Dus ik zal met mijn management gaan bekijken van wat ga ik precies doen. Mijn kanaal. Er zullen super veel leuke dingen op het kanaal komen. Ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Of wil ik er eigenlijk ook niet over zeggen. Ik wil niet dat dit een gigantische lange video wordt. Ik wil gewoon eventjes aan jullie allemaal laten weten van wat is er aan de hand. En dat Blissful dus gaat stoppen. Per 1 juli wordt echt de laatste dag dat de winkel bestaat. De webshop zal misschien nog wat langer open blijven. In ieder geval ga ik me wel per 1 juli 100% focussen op YouTube. En daar zullen jullie van alles dan allemaal meer over horen. Zoals ik zeg, vandaag heb ik echt een superleuke opdracht wat ik ga doen. Dat is het eigenlijk. Ik vind het dubbel. Ik heb natuurlijk iets opgebouwd wat veel werk heeft gekost en wat super leuk is en waar je trots op bent. Maar uiteindelijk moet je toch keuzes maken en kijken waarin je dan het gelukkigst bent. Ik ga dit nu snel editen.
Het wordt een hele korte video. Ik ga hem online zetten met de mededeling. Vergeet niet, dus vrijdagavond van 5 tot 9 en dan zaterdag en zondag van 12 tot 5 zal de winkel open zijn voor dus de grote uitverkoop. Ik hoop dat ik jullie daar zie en ja, dat was het. Doei!